Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Vandaag in uitzending 1247 lezen we verder in Openbaring 6. De vorige keer hebben we reeds een inleiding op dat hoofdstuk gegeven en het eerste vers gelezen. In de vorige uitzending lazen we ook het slot van Openbaring 5 over de lofzang en het gejuich omdat Jezus de verzegelde boekrol heeft aangenomen. Het lied in Openbaring 5 stelt het Lam, Jezus Christus, op hetzelfde niveau als God de Vader, zoals ook op andere plaatsen in het Bijbelboek Openbaring gebeurt. God de Vader is degene die het verlossingswerk heeft voorbereid. De Zoon, Jezus Christus, is degene die het op aarde heeft uitgevoerd. En beiden ontvangen dezelfde eer van de dankbare schepping. In Openbaring 6 worden de eerste zegels verwijderd. Bij ieder zegel dat wordt verbroken, zet Christus, het Lam, gebeurtenissen in beweging. De inhoud van het boekrol brengt de schuld en de verdorvenheid van de mensen aan het licht, maar laat ook Gods gezag zien. In het Oude Testament, in Psalm 2, hebben wij het al kunnen lezen. Daar staat: Wat zijn de ongelovige volken toch dwaas om tegen de Heer op te staan? Het is onbegrijpelijk dat deze mensen proberen God te slim af te zijn. De machthebbers van deze wereld hebben hun hoofden bijeengestoken. En de leiders spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. Kom op, zeggen zij. Laten wij onze boeien verbreken en onszelf bevrijden uit deze slavernij van God. Maar God in de hemel lacht wanneer hij hen hoort. De Heere bespot hun dwaze plannen. Hij zal hen in zijn toorn aanspreken. Zij zullen van angst voor hem ineenkrimpen. Dit is de koning die ik heb aangesteld, verklaart de Heere dan. En ik heb hem in Jeruzalem, mijn heilige stad, een troon gegeven. De uitverkorene van de Heere antwoordt vervolgens. Ik zal de eeuwige bedoeling van de bekend bekendmaken. Want hij heeft tegen mij gezegd, je bent mijn zoon. Ik heb je vandaag het leven gegeven. Vraag mij wat je wilt en ik zal je alle volken in bezit geven. Heers over hen met een ijzeren vuist. verbrijzel hen, alsof het potten van aardewerk zijn. Wees daarom verstandig, koningen en heersers van deze aarde. En luister nu het nog kan. Dien de Heere met eerbied en ontzag. Verheug u in hem met een bevend hart. Val voor zijn zoon op uw knieën. Kus hem. Want als binnenkort zijn toorn ontbrandt, bent u verloren. Zij die hun vertrouwen op hem stellen, zijn gelukkige en gezegende mensen. Openbaring 6, vers 2: En ik zag en zie een wit paard. En hij die erop zat, had een boog. En hem was een kroon gegeven. En hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen. Pogingen om de symboliek van de ruiter op het witte paard te bepalen heeft geleid tot veel verschillen van mening. De overwegende interpretatie onder commentatoren is dat hij Christus vertegenwoordigt. Ze gebruiken Psalm 45 en Openbaring 19 ter ondersteuning van hun positie. Maar het zou nogal onlogisch zijn voor de Heer Jezus, die degene is die de zegels opent, om nu een snelle verandering te maken, een paard te bestijgen en aan te komen rijden. Het witte paard met zijn berijder is geen voorstelling van de komst van Christus. Er wordt door sommigen verondersteld dat het hier gaat om een vorst die de samenhang van het Romeinse Rijk bewerkt en in stand houdt, en of de antichrist. Hoe het ook zij, het komt hierop neer. Wanneer de kerk is opgenomen, zal het er even op lijken dat de inspanningen van de mens om een duurzame vrede te bewerken geslaagd zijn. Maar het zal een periode van schijnbare vrede en welvaart zijn. God zal dit toelaten, terwijl de mens in zijn hoogmoed dit als een eigen succes zal zien. Nog de antichrist of Satans engelen verschijnen als slechten. Zij zullen geen horens of hoeven hebben. Veel eer zal hij de meest aantrekkelijke mens zijn die de wereld ooit heeft gezien. Zo zal de wereld uiteindelijk voor Satan en zijn trawanten kiezen en hem toejuichen. Maar als hij het overneemt, zal het slecht voor de wereld worden. Wereldeenheid en vrede zal het platform zijn waarop de antichrist zal binnenkomen. En laten we eerlijk zijn, daar wordt zodanig naar verlangd dat wanneer iemand nu op het toneel verscheen en de wereld dat bood, de wereld niet zou vragen of hij uit de hemel of de hel kwam. Ik denk niet dat ze het een zorg zou zijn, omdat men vrede wil, tegen elke prijs en elk moreel compromis. Als de antichrist aan de macht komt, zal hij over vrede praten, en de wereld zal denken dat ze het duizendjarig rijk ingaat, terwijl het feitelijk de grote verdrukking ingaat. Een belofte van vrede is de grote leugen die de wereld zal geloven. Deze ruiter kan daarom Christus niet zijn, gezien het feit dat Christus deze gebeurtenissen vanuit de hemel leidt en de bevelen geeft aan de vier ruiters om te rijden. Christus wordt duidelijk geïdentificeerd in Openbaring 19, terwijl hier de identiteit onduidelijk is, wat suggereert dat het niet Christus is, maar een imitatie van hem. Voor de volledigheid wil ik dit meegeven. Zoals ik zei, zijn er Bijbeluitleggers van mening dat de ruiter op het witte paard wel Christus kan zijn. Argumenten hiervoor zijn de parallellen met Psalm 45 en Openbaring 19 en het feit dat de kleur wit elders in het Bijbelboek Openbaring een positieve betekenis heeft, als ook het ontbreken van de vermelding van een concrete nood of ramp in vers 2. Maar dat de ruiter op het witte paard dezelfde persoon zou zijn als het lam, blijft toch een probleem. Daarom wordt door hen voorgesteld dat de ruiter opgevat moet worden als beeld van de wereldwijde verkondiging van het Evangelie. In het onderwijs van de Heer Jezus over de laatste dingen is de evangelieverkondiging namelijk ook een positieve uitzondering in de serie Rampen en oordelen. Het witte paard spreekt dan over de overwinningstocht van het evangelie door de wereld. De pijlen die de eerste ruiter met zijn boog afschiet, zijn volgens deze opvatting woorden van het evangelie die de harten van mensen raken. Maar ook al wordt deze eerste ruiter enigszins van de andere drie onderscheiden. Het gegeven dat de volgende drie paarden oordelen brengen, blijft een argument voor de opvatting dat de ruiter op het eerste paard. Eveneens een oordeel brengt. Openbaring 6, versen 3 en 4 En toen het lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie. En een ander paard dat rood was, trok uit. En aan hem die erop zat, werd macht gegeven: de vrede van de aarde weg te nemen en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. De eerste ruiter kan niet Christus zijn, omdat, als hij vrede naar deze aarde brengt, die blijvend zal zijn. Dit is een kortdurende vrede, want onmiddellijk nadat het witte paard uitreed, komt hier het rode paard van de oorlog op de aarde. De vrede die de ruiter op het witte paard aan de aarde bracht was tijdelijk een namaak. Is vrede niet precies wat elke wereldleider heeft beloofd? Maar we zijn vandaag even ver van vrede vandaan als we ooit zijn geweest. De eerste ruiter zal geen vrede brengen, omdat het vurige rode paard van de oorlog weer uit gaat rijden over de hele aarde. Waarschijnlijk zal er weer een wereldoorlog komen. Aan de vreedzame periode die door de bereider van het witte paard is bewerkt, wordt na korte tijd op vrede wijze door de bereider van het vuurrode paard een einde gemaakt. Openbaring 6, versen 5 en 6. En toen het lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie. En ik zag en zie, een zwart paard. En hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen: Een maat tarwe voor een penning en drie maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe. Met een kleine variatie herhaalt zich wat ook in de versen 1 en 3 gebeurde: het lam opent een volgende zegel. Een derde levend wezen roept daarop een volgende ruiter naar voren, die over de aarde gaat rijden. Het paard dat deze keer verschijnt is zwart, een kleur die destijds evenals tegenwoordig vooral negatieve gedachten opriep. De kleur van het zwarte paard duidt rouw aan, en het spreekt ook van hongersnood. In klaagliederen 4, versen 8 en 9 lezen we: Maar zwarter dan roet is nu hun gestalte. Onherkenbaar zijn zij op de straten. Hun huid is ineengeschrompeld op hun beenderen. Ze is verdord. Ze is geworden als hout. Zie, die vielen door het zwaard zijn beter af dan zij die vielen door de honger. Want als doorstoken kwijnen die weg, omdat de velden niets opbrengen. Het zwarte paard vertegenwoordigt de wereldwijde hongersnood die over de aarde zal komen. De derde ruiter heeft een weegschaal bij zich. De weegschaal symboliseert voedselschaarste en zelfs hongersnood, omdat in tijden van honger het nog aanwezige voedsel in afgewogen porties moest worden uitgedeeld. Na een oorlog is er altijd een tekort aan voedsel. Daarom zal een werkend mens niet in staat zijn zijn gezin in die tijd te onderhouden. De olie en de wijn zijn luxe artikelen die door de rijken worden genoten. Olie komt ongeveer overeen met onze toiletartikelen, de schoonheidsmiddelen en de bodylotions die we vandaag gebruiken. Dat wil zeggen de luxe artikelen van het leven. De wijn komt overeen met de drank die er volop zal zijn. Is het niet interessant dat er niet genoeg voedsel zal zijn, niet genoeg grondstoffen voor voedsel, maar er zal wel genoeg zijn om drank te maken? Ze zullen het in die tijd maken, en de rijken zijn diegenen die het zullen krijgen. Maar dat is niet nieuw, ook tijdens de Tweede Wereldoorlog konden de rijken merendeels vlees krijgen. Ze waren ook in staat luxe artikelen te krijgen. In deze tijd die komt, zullen de dingen niet veranderen. De rijken zullen het hunne krijgen, maar de armen zullen niet het hunne kunnen krijgen. Dat is de manier waarop het altijd is gegaan. Ook vandaag zijn het rijke leiders die erover praten dat ze armoede willen oplossen, zonder dat er veel naar beneden doorcijpelt. Maar de enige die de armen kan en zal verheffen, is Jezus Christus. Johannes hoort een stem de situatie beschrijven die ontstaat door het optreden van de ruiter. De stem zal, gelet op het verband, toebehoren aan de Here God of het Lam. De stem klinkt namelijk uit het midden van de vier wezens. Dat wil zeggen van de plaats van de troon waarop het Lam samen met de Heere God zit. Het gaat in elk geval om een stem die met gezag spreekt. In het Bijbelboek Openbaring gebeurt het vaker dat God en Christus niet met namen worden genoemd maar omschreven. Ook een stem wordt in openbaring vaker niet geïdentificeerd. De stem spreekt over onwaarschijnlijk hoge voedselprijzen, het wijst op een situatie van schaarste. Een maat tarwe gold als de hoeveelheid voedsel die een volwassen man per dag nodig had. Drie maten gerst als het dagransoen van een paard. Gerst werd in die tijd gezien als een minderwaardige graansoort, als voer voor beesten en waarvan de arme mensen brood bakten. Een penning is een zilveren muntstuk uit het Romeinse geldsysteem met ongeveer dezelfde waarde als de Griekse drachme. Omdat Israël ingelijfd was in het Romeinse Rijk, was deze munt ook in Israël in omloop. Het was de vergoeding voor bijvoorbeeld een dag werken in een wijngaard. Het was een gangbaar dagloon van een arbeider. De genoemde prijzen zijn zo hoog dat ze betekenen dat iemands dagloon volledig opgaat aan voedsel. Het zij voor zichzelf, het zij voor zijn vee. Openbaring 6: versen 7 en 8. En toen het lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: kom en zie. En ik zag en zie een grauw paard, en die erop zat, zijn naam was de dood, en het Rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood, en door de wilde dieren van de aarde. De kleur van het vierde paard is voor een paard vreemd. Het gebruikte Griekse woord dat met grauw vertaald is, betekent bleekgroen, geelgroen of vaal. Vandaar de opmerking dat de kleur van het vierde paard voor een paard vreemd is. We moeten denken aan lijkkleurig. Het paard typeert dan ook de dood. Er is meer bij de dood betrokken dan je zomaar kunt zien. Want het menselijk wezen is meer dan fysiek. En de dood is meer dan ophouden van fysieke activiteiten. Terwijl de dood het lichaam neemt, is het rijk van de dood de plaats waar de geest van een verloren mens heen gaat. Paulus verpersoonlijkt de dood in Romeinen 5, vers 14. Net zoals gij met zonde doet in datzelfde gedeelte. Zonde en dood kwamen de wereld tegelijkertijd binnen. De dood is het resultaat van zonde. Dood heeft een drievoudige betekenis, die we er gewoonlijk niet aan verbinden. 1. De fysieke dood. Dat verwijst slechts naar het lichaam. Die overkomt een mens vanwege Adams zonde. 2. Dan is er wat bekend staat als geestelijke dood. Dat is de scheiding van en rebellie tegen God. Ten slotte is er de eeuwige dood. Die eeuwige scheiding van God is. Tenzij een mens is gered, volgt dit onvermijdelijk. Dit is de tweede dood die we later zullen aantreffen in hoofdstuk 20, vers 14. Met de punten 2 en 3 worden steeds minder rekening gehouden en meer en meer verslechtert de mensheid. De meesten van ons worden vandaag door de fantastische ontwikkelingen van de moderne medische wetenschap om in leven te blijven omhoog gehouden. Menselijk leven zou veel korter zijn dan het is als we niet al de moderne uitvindingen hadden die ons hier beneden in leven houden. Maar Christus is het hoofd van een nieuwe schepping en deze nieuwe schepping heeft alleen in Christus leven. Hij alleen kan leven geven. Hij is totaal verantwoordelijk voor het leven en eeuwige gelukzaligheid van wie de zijnen zijn. Tijdens de grote verdrukking zal de dood ongebreideld heersen. Daar zal de medische wereld niets kunnen aandoen. De Heer Jezus stelde het zo. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden. Maar terwille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. Bij het grote witte troonoordeel zal de dood uiteindelijk worden vernietigd. Dit wordt bevestigd door Paulus, die schrijft... De laatste vijand die te niet gedaan wordt is de dood. En Johannes verklaart, weer in Openbaring 21, vers 4, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan 100 talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl. Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht www.twr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.